Het Korps Politie Suriname is vastberaden om het vraagstuk van witwassen en terrorisme structureel aan te pakken. In dat kader heeft korpschef Brian Isaak vrijdag 19 april jongstleden een memorandum of understanding getekend met de Financial Intelligence Unit. Hierbij zal er onderling cruciale informatie worden gedeeld om de strijd tegen deze strafdelicten aan te vechten. Deze MOU is van belang om de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Suriname is deel van de wereldgemeenschap en moet voldoen aan de eisen en standaarden om witwassen en terrorisme aan te vechten. In een korte telefonische reactie geeft de korpschef aan dat Suriname partij is van de verdragen, dus het kan niet anders. De staat is al geruime tijd bezig met de implementatie en nu is het tijd voor de uitvoering. Aldus Isaak met betrekking tot dit beleidsaspect.